Op een zeer zonnig en warm sportpark Ridderkerk begint EVV aan de laatste thuiswedstrijd in de competitie. Thuis de gast is ONS Bozo Snake. De mensen uit Friesland lange reis moeten maken. En ook nog niet helemaal veilig. En EVV moet dus winnen vanmiddag om niet al rechtstreeks te degraderen. Maar de beginfase was duidelijk voor de gasten. Een cornerbal dan. Die schiet dan door. Komt de bal voor de voet van Chris de Wacht. En die kapt dan naar binnen toe. En dan haalt hij verwoestend uit. En dan zijn het de vingertoppen van Jeroen Kloosterman die daar redding moeten brengen voor de Ridderkerkers. Nog een keer de corner. Remco Buis die opruimt. Wordt de bal weer ingebracht door Gustavo van der Veen. Komt hij aan de rechterkant. Wordt voorgegeven Damien Vereken die wegkopt. En dan valt hij voor de voeten van Martijn Rozenburg. En die haalt dan uit. Die bal die gaat naast de goal van Jeroen Kloosterman. Een goede openingsfase van Snake. Maar daarna was het toch RVV wat het heft in handen nam. Bal nu naar de linkerkant naar Renzi Baradas. Die geeft dan voor. Maar dan kan Marvin Richard kan daar dan net niet bij. Maar het was een aanzet tot een spervuur op de goal van Richard Strijker. Van ONS Bozo Snake. Tino Stolk die opruimt. Die speelde omdat Jordi van Dam geblesseerd is en ook dit seizoen niet meer in actie zal komen. En dan een schot van Curti Gonzalez. Maar dat is een makkelijke bal voor Jeroen Kloosterman. Dan een opening aan de rechterkant. Stevie Soares. Tegenstander tegenover zich komt dan met de voorzet. En dan is het Marvin Richard die er bijna bij kan komen. Maar dan kan Snake toch opruimen ten koste van een corner. Cornerbal genomen. Renzi Baradas probeert dan een schot. Valt hij voor de voeten van Gino Stolk. En dan heeft keeper Strijker daar wel wat moeite mee. Maar weet hij de bal toch buiten de palen te houden. Een goede inzet van Gino Stolk. Die sowieso ook weer een hele verdienstelijke en goede wedstrijd speelde. Renzi Baradas, combinatie nu aan de linkerkant. Komt daar de voorzet. En dan kan daar net verdedigd worden door Angelo Zimmerman. Want dan werd het toch weer gevaarlijk voor Snake. Ook Gino Stolk was daar weer bij betrokken. Leon Stekete opstomend nu via de linkerflank. Voorzet naar Marvin Richard. Bal teruggelegd op Renzi Baradas. En die haalt dan verwoestend uit, maar die bal die ketst op de lat. Maar Snake die krijgt die bal daar niet goed weg. Ruim is op, maar is het op het middenveld Damien Vreken die weer opstoomt en die bal weet op te vangen. Die krijgt dan de bal teruggespeeld na een mooie combinatie met Steve Soares. En dan Oes, daar is het Richard Strijker die daar weer zijn kunsten moet vertonen om die bal ook buiten de palen te halen. Eerst dat schot op de lat van Baradas. En dan even later nog de poging van Damien Vreken. En dan is het Richard Strijker met een glansparade, zoals men in Duitsland zou zeggen. En dan weer een hachelijk moment voor die goal van Snake. En dan gaat de bal uiteindelijk naast na een inzet van Leon Stekete. Maar het gaf eens te meer aan hoeveel druk RVV op die goal zette. Maar die bal die wilde er maar niet in. Een voorzet nu van Baradas. Een goede kopbal van Marvin Richard. Maar wederom Strijker op zijn post. Met een reflex slaat hij de bal uit zijn goal. En dan uiteindelijk kan het gered worden. Maar wederom een goede redding van keeper Strijker. Dan is het Snake. Neemt dan weer over. Curti Gonzalez. Zoekt naar een opening. Die opening die komt dan via de bal bij Danny Kamstra naar Martijn Rozenburg. En dan wordt hij voorgegeven en dan naast gekopt. Maar dat waren in die fase sporadische aanvallen van Snake. RVV maar weer eens. Het Renzi Baradas komt daar diep de 16 in. Maar de voorzet die strandt dan. Dan Roy Weber, listige bal. Keeper Strijker is niet al te groot, maar die moet zich strekken om de bal uit de kruising te slaan. Maar ook daarin slaagt hij. Dan Marvin Richard, een schitterende opening op Stevie Soares. Vrije run richting de goal. Zou die dan? Nee. Het mag niet zo zijn. De bal ketst af op de paal en valt in handen van Richard Strijker. Alles wat bij RVV tegen kon zitten, zat ook tegen. En dan gebeurt dit kort voor de rust. Uit een cornerbal komen de Snakers door een eigen goal van Marvin Richard op een 0-1 voorsprong. Hoe tekenend wil je het hebben? Ga nog een keer kijken naar die cornerbal. Wordt dan opnieuw ingebracht
en ingeschoten. En dan is het Marvin Richard die daar heel ongelukkig zijn hoofd tegen de bal zet. En dan verdwijnt hij achter Jeroen Kloosterman, die kansloos is. En de stand is 0-1. Dat werd ook de ruststand. Waarna dus de tweede helft begonnen werd. En Sneek in de aanval nu. RVVA kwam niet zo overtuigend uit de kleedkamer als waar men de eerste helft mee geëindigd was. En Sneek kreeg wat meer grip en wat controle op de wedstrijd. Niettemin een opening naar de andere kant. Steve Suarez. Met de voorzet valt hij voor de voeten van Renzi Baradas. Die moet een gedrukt schot lossen. En dan gaat dan een meter over de goal van Richard Strijker. Dan nu een opstomend de ploeg van Sneek. Het is Curti González. Gaat de bal naar, wie is dat? Jume Ramos. Gaat de combinatie aan en die ziet daar Danny Kamstra vrij staan. En die heeft geen moeite om Jeroen Kloosterman voor de tweede maal te passeren. We hebben een klein uur op de klok en de stand is 0-2. Een goede opening van Jume Ramos. Je ziet daar Danny Kamstra vrij staan. En die vindt dan het gat achter Jeroen Kloosterman. RVVA lijkt verslagen. Een domper gezien de eerste helft. Het spel van de Ridderkerkers. De kansen die zich aaneenregen. Maar de koele cijfers wijzen 0-2 uit. Maar niet veel later. Een cornerbal van links. Damien Vreken met de achterkant van zijn hoofd. Of achterwaartse kopbal maakt daar de 1-2. En dat is amper een minuut later na de 0-2. Zou er dan in dat laatste half uur toch nog iets in zitten? Goed ingekopt, achterwaarts ingekopt. En keeper Strijker nu wel geklopt. Robert Kooijman, Rens Baradas. Dribbel, schot en wederom Strijker. De rechterkant weer. Laat weer Renzi Baradas. Komt er met de voorzet. Bal terug, komt Steve Suarez. Is het Marvin Richard die uit de draai inschiet. Maar de bal die gaat over de goal. Wederom een goede mogelijkheid. Dan invaller Bob Schepers. Blijft daar sterk in balbezit. En haalt hem met links uit. En die bal die draait van de goal af. Maar een goede poging. Zimmerman. Angelo Zimmerman met de lange bal. Gaat hij naar de andere kant. Komt hij terug bij Chris de Wacht. Die komt dan met de voorzet. En dan gaat deze bal net over de goal bij Jeroen Kloosterman. Daar weer een aantal geblesseerde spelers van RVVA. Het lijstje wordt alleen maar langer, lijkt het. Jesse Eggers inmiddels in het veld gekomen ook. Net voor de rust. Voorzet van Renzi Baradas. Wordt teruggelegd richting Remco Buist. En die staat daar net te ver achterover. En ook deze bal gaat over de goal. Maar ook weer een goede kans voor de Ridderkerkers. Die zeker niet opgaven en streden voor wat ze waard waren. Een kopbal nu van Renzi Baradas. Net voor de doellijn weer gestopt door Strijker. Een onpasseerbare doelman vanmiddag. Een goede redding wederom. Maar ja, het leverde ook wat ruimte op voor de mensen uit Sneek. Jacob Noordmans nu met de voorzet. Bal teruggelegd. En dan is het een poging van Renko van Eken. Maar die kan makkelijk gepakt worden door Jeroen Kloosterman uiteindelijk. Damien Vreken weer. Speelt hier de bal. En dat levert dan in die slotfase de ruimte op. Jume Ramos. Nu alleen af op Jeroen Kloosterman. Maar die kan dan de bal van de voet plukken. En zo gaat er dus weer een mogelijkheid voor Sneek voorbij. RVVA met de moeder wanhoop. Renzi Baradas nog maar eens. Een schitterend schot richting kruising. Maar wie staat daar in de goal? Richard Strijker. Onpasseerbaar verder. Een goede poging van Renzi Baradas van afstand. De bal draait richting kruising. Maar Strijker denkt van mij passeer je niet meer. Robert Kooijman. De inzet richting Marvin Richard. Valt hij voor de voeten van Gino Stolk. Maar ook die zijn vizier staat te hoog. En de bal gaat over de goal. Nog maar weer eens een aanval. Damien Vreken. De lange bal. Maar dan zegt scheidsrechter Bronsvoort na ruim 4 minuten blessuretijd. De wedstrijd zit erop. RVVA verslagen. 1 seizoen topklasse. Het was mooi om mee te maken.
Maar RVVA keert terug richting de hoofdklasse en degradeert uit de topklasse. En ONS Bozo Snake gaat door op dit niveau. Na afloop nog interviews opgenomen met de trainer van ONS Bozo Snake, Richard Karrebelt, en met Robert Kooijman. Te zien op RVVA TV.